Minitx wordt steeds populairder. Er waren de kleine bordjes tot nu toe voornamelijk voorzien van budgetprocessors. Inmiddels zijn er ook wat luxere exemplaren, ja, waar je toch een wat zwaardere chip op kunt zetten. Ja, daar passen dus die L56 processors op. Ja, daar is natuurlijk bijzonder veel keuze in op dit moment. Ja, en het is een hele mooie basis om een hele mooie compacte mediacenter samen te stellen. Ja, we hebben er hier twee liggen. ECS enerzijds, Gigabyte anderzijds. Ja. Beide gebaseerd op de Intel H55 chipset. Dat doet bij die Clarkdale-processor, die Core i3, Core i5. En dat, ja, die processor die hebben wij echt al geroemd vanwege de geïntegreerde videokaart. Ja. Die ja, voor mediacenterachtige toepassingen helemaal perfect is. De geïntegreerde videokaart zit qua HD-decoding perfect in elkaar. En mocht die geïntegreerde videokaart het zelf niet aankunnen, is de processor snel genoeg om het ook allemaal nog eens te kunnen doen. Ja, en dat zie je dus ook hier aan de achterkant, dat er ook een mooie rits aansluitingen zit, waaronder die HDMI-aansluiting. En je kan er ook nog een tweede monitor op aansluiten via VGA of DVI bijvoorbeeld. Ja. Nou, allebei dus H55 en eigenlijk als je hem voor een mediacenter gebruikt, heb je aan die processor en die HDMI-aanzetting heb je eigenlijk zat. Voor ja. De rest is mooi meegenomen. Bordjes hebben meer overeenkomsten dan verschillen. Ze hebben allebei één PCI Express keer 16 slot. Ja. Zou je uiteraard kunnen gebruiken voor een losse videokaart, maar eigenlijk om een PCI Express keer 16 slot kun je het ook als keer 1 slot gebruiken. Dus ook iedere denkbare andere uitbreidingskaart kan erin. Allebei 4 SATA-poorten. Dat is voldoende voor de Grindel Media Center. En sowieso, er zijn weinig mini-tix-kastjes met meerdere posities voor schijven. Ik ken er wel geteld 1. En 2 volledige dimsloten. En dat is ook bij mini-tix toch wel uniek. Ja, en wat er dan ook wel heel grappig is, is dat als je het verschil bekijkt tussen deze twee bordjes. Deze zit zo rond de €78, geloof ik. Ja. En de Gigabyte rond de 114. Ja, maar die brengt er wel een extra bijzonderheid aan toe. Voegt er een extra bijzonderheid aan toe. En dat is de USB 3 aansluiting die hierop zit. Ja, en dat is voor Minitix op dit moment echt uniek. Ja. En als je opnieuw bekijkt, waar worden die Minitix bordjes vaak voor ingezet? Ofwel voor mediacenters, ofwel voor homeservers. En in beide gevallen is USB 3 best prettig. Als je een homeserver hebt en je wil een backup maken van alles op je homeserver. Nou, als je dat via USB 2 kunt doen, kun je daar uren voor uittrekken. Met via USB 3 gaat dat veel sneller. Ja, en hetzelfde geldt natuurlijk voor mediacenter. Ja, en zeker in een mediacenter of een homeserver heb je vaak niet zo heel veel ruimte voor extra insteekkaarten. En dan is het natuurlijk erg handig dat het alvast op het moederbord geïntegreerd is. Dan hou je dat slot vrij als je al USB 3 aan zou willen toevoegen. Ja. Nou, en voor de rest, het is een open deur, maar qua overklok hoef je van deze bordjes uiteraard niet heel veel te verwachten. Er is niet genoeg ruimte om heel veel fases of zo erop te zetten. Daar zijn ze niet voor bedoeld, maar voor het gebruiksdoel waar ze wel voor zijn, ja, daar zijn ze eigenlijk prima. En daarmee komen we aan het eind van deze aflevering van Hardware Info TV. Volgende week vrijdag zijn we er weer. We spreken je dan.